Van harte welkom allemaal. Leuk dat je weer kijkt. Het is heel belangrijk om je onafhankelijk te maken van kritiek en waardering. Want beide houden je klein en beide zorgen ervoor dat het veel moeilijker is om je hart te volgen en jouw licht te laten stralen. Want waardering is natuurlijk heel erg fijn. Het is altijd fijn om gewaardeerd te worden, dat mensen je goed vinden. Maar als je daarvan afhankelijk wordt, dan heb je de neiging om andere mensen te pleasen, rekening met ze te houden, over je grenzen heen te gaan, zodat anderen jou gaan waarderen. En hetzelfde geldt voor kritiek. Kritiek doet altijd pijn. Daar kun je ook echt je niet tegen wapenen. Ik dacht vroeger altijd, oh, ik moet tegen kritiek kunnen. En ik heb van Tara Moore juist geleerd, kritiek doet altijd pijn. Als je kritiek krijgt en het raakt je, dan is het oké, dat het je raakt. Dan mag je verdrietig of boos om zijn. En ga dan eens voor jezelf na wat die kritiek betekent. Als het echt niets met jou te maken heeft, maar vooral met de mening van de ander, leg het dan vervolgens naast je neer. En laat je er niet door leiden. Laat je er niet klein door maken. Laat het niet je stem afnemen. Laat het niet voor zorgen dat je niet zichtbaar bent. Dus kritiek doet pijn. Als het echt met de ander te maken heeft, leg het dan toch naast je neer. In die zin dat je er niet door laat leiden. En je kunt ook kijken van welk onderdeeltje van de kritiek kan ik wat mee? Waar kan ik nog wat van leren? En dan zet je toch de kritiek op een positieve manier om. En ik nodig je echt uit om je daar onafhankelijk van te maken, want dat is echt nodig om je hart te volgen, maar ook om je in je eigen waarheid te blijven staan. Het is nu best wel lastig om in jouw waarheid te staan, doordat er zoveel meningen overal over zijn en mensen jou misschien ook iets van jou vragen, wat je helemaal niet wilt, wat dat dan ook maar is. Er is heel veel polariteit en polarisatie in onze samenleving. Er is net een wet deze week aangenomen in de Eerste Kamer dat niet-gevaccineerden niet meer naar niet-essentiële winkels mogen. Dus er is nog meer polarisatie en misschien is het dan nog moeilijker om, als je niet gevaccineerd wilt worden, om achter jouw standpunt te blijven en in jouw waarheid te blijven staan. En het is zo belangrijk om in jouw waarheid te blijven staan, compassie te hebben met jezelf, maar ook voor de ander. De ander heeft zijn of haar waarheid en laten we die met z'n allen respecteren in plaats van daar oordelen en kritiek over te hebben. Want dat maakt het juist zo moeilijk om je eigen keuzes te maken. Dus als we allemaal onafhankelijk worden van kritiek, onafhankelijk van waardering en iedereen toestaan, inclusief jezelf, om je eigen keuzes te maken, om je eigen waarheid te volgen, om in vrijheid jouw keuzes te maken, ja, dan gaan we met z'n allen naar een mooiere wereld, een lichtere wereld, die niet gaat over uitsluiten, maar over omarmen, verbinden en waarin iedereen kan zijn wie die werkelijk is. Dus mijn uitnodiging voor vandaag is, maak je onafhankelijk van kritiek en waardering. En blijf trouw aan jezelf. Spreek jouw innerlijke waarheid en deel jouw licht met de wereld.